Vuurwerk. Dikkie Dik ziet een huisje op een paal. In het huisje liggen stukjes brood en zaadjes. Dat is lekker voor de vogels in de winter. Het huisje is een vogelhuisje. Misschien liggen er ook wel kattenbrokjes, denkt Dikkie Dik. Een poes in de winter wil ook wel wat lekkers. Maar nee, er liggen echt alleen maar stukjes brood en zaadjes. En die vallen nu uit het vogelhuisje op de grond. Het is ook een leuk huisje voor een poes. Dikkie Dik past er precies in. Nu is het vogelhuisje een poezenhuisje geworden. Dikkie Dik valt in slaap in zijn poezenhuisje. Dat is fijn voor de vogels. Die kunnen nu rustig het brood en de zaadjes van de grond oppikken. Het is donker geworden en Dikkie Dik ligt nog steeds te slapen. Opeens klinkt er een harde knal. En nog één. En nog één. Dikkie Dik schrikt er wakker van. Vanuit zijn poezenhuisje ziet hij allemaal licht flitsen. Dikkie Dik vindt het nu niet meer leuk in het poezenhuisje. Hij is bang van het geflits en geknetter en geknal. Zo snel als hij kan, klimt hij naar beneden en rent naar huis. Poezen houden niet van vuurwerk. Dat weet toch iedereen? Dag Dikkie Dik, tot de volgende keer.